voordeel is wel dat je passagiers er makkelijker van afwaaien. Wij gaan in Limburg op zoek naar een prachtig beeld. Oh, en trouwens. Weg. Kom blauw aan. Goed, nou, geen camera achterop. Dat is een beetje jammer. Dat is een nadeel van de topkoffer niet meenemen. Nou, voordeel is wel dat je passagiers er makkelijker van afwaaien. Ja, dat is ook de bedoeling. Sorry, wat zei je? Goed, nou, we zijn dus onderweg, zoals ik al in alle filmpjes wel vertel, met passagier vandaag. Uh-huh. Dag, passagier. We zijn onderweg naar een tag, een TAG, een tag. Op het forum van Pan-European, het ST1100-1300 forum. En we gaan naar Limburg. Wat gaan we in Limburg doen? Wij gaan in Limburg op zoek naar een prachtig beeld. En dan weet ik de naam ook uit, dat is heel slecht. Ja, heel slecht van jou. Earth Goddess. Sorry. Earth Goddess, ja. Naar de Earth Goddess. Ja, we gaan naar Earth Goddess. Ja, dus dat. Ik moet eerlijk zeggen dat zij hem ontdekt heeft. Dus ik moest hem meenemen, ik kon niet anders. Helaas. Ja, we gaan dus even een flink eentje crossen. Ik heb alleen één camera, en dat is die. En ja, die dan. Maar achteraf heb ik dus nu niks. Het is een beetje jammer dit eigenlijk, zeg maar. Hoe laat had ik gezegd dat we aankwamen? Jij niet. Maar de navigatie zegt volgens mij helemaal niet over eens. Twee. We gaan het niet in een half uur redden, sorry. Niet? Nee. Nou, kom op. Hier vandaan is echt anderhalf uur rijden. Dat wordt een hoop knippen en plakken met dit. Ja, dit wordt een hele hoop knippen in het filmpje. Maar deze laten we natuurlijk uiteraard staan, hè? Want ik bedoel, vrouwen en navigeren en... Ja, wie had het beeld ook alweer gevonden? Ja, dat zegt niks over navigeren. Dat zegt iets over jouw capaciteit tot het vinden van dingen. Oh, en trouwens, over vinden gesproken. Oh, help, wat? Had ik hem niet zelf gevonden met behulp van het forum? Wie heeft gevonden waar dat ding stond? Ja, ik, hè? Niet! Wel eens. Toch? Ik weet het echt niet meer. Volgens mij heb jij hem gevonden, maar heb ik de locatie boven water gekregen. Ja, precies. Dus mede forumleden, dank u wel. Bedankt ook voor het geven van de tijd. Hoe is het met je handen? Heerlijk, ook een warm. Mijn voeten daaraan tegen? Man, ik wil echt een patent afvragen op voorverwarmde schoenen. Er zijn van die dingetjes om batterijen te verkrijgen. Ja. Maar heb je nu al koude voeten? Nee. Nee, ik heb nu geen koude voeten, maar ik denk over anderhalf uur. Ja, en dan moeten we ook nog een keer terug, hè? Ja, er schijnt, want daar werd ik gisteren over geïnformeerd, tegenover het beeld, zal ik maar zeggen. Er schijnt een kroegje te zitten waar je betaalbaar wat kunt eten en drinken. Ideaal. Dus, dat was namelijk wel grappig, want er kwam een berichtje van degene die gaat moet even een berichtje geven, want dan spreken we even af en dan doen we even een bakje koffie. Oh, wacht. Zeker een berichtje. Ja, wij gaan. Wij vertrekken zo laat en we zijn er ongeveer zo laat. Ja, ik moet werken. Ah, shit. Jammer, joh. Hij meteen ook zo van, ja, dat is wel slordig. Bied ik het aan en dan kan ik meteen niet. Ja, ik vond hem echt wel grappig. Ja. Oh, hij is leuk bedacht. Ja. Nou, cool. Nou, dan moet je natuurlijk nu ook een tegentag gaan regelen ergens, hè? Ja, maar dat vroeg ik al aan jou. En dan weet jij, nou, dat ga ik natuurlijk... Oh. Ga je niet zo, kijk, hier moet je vooruit kijken. Zag je dat? Ja, zand. Ja, precies. Ja. Als je dus een rotonde neemt, moet je hem dus nooit aan de buitenkant pakken. Nee, want daar liggen alle rotzooi. Ja, want die vrachtwagens die doen dit. Ja. En die flikkeren dat zand eraf, of stenen, of... Dat trouwens hoeft niet eens vrachtwagens te zijn, überhaupt. Want je zit in de buitenbocht zo, zeg maar. Dat alles valt er aan de buitenkant af. Ja. Wat vrij logisch is. Heb je er zin in? Ik heb er onwijs veel zin in. Mooi. Zo lekker om eens gewoon een keer op die motor te zitten. Gewoon lekker achterop. Hup. Kloten met de wandjes die het niet doen. Wat heb je? Ik heb ruzie met je wandjes. Dat komt goed. Er zit krittenband aan, hè? Ja, godsamme. Zo. Kijk, wandjes. Ja, zitten ze dicht? Ja, zitten ze dicht. Maar ik heb er echt zo onwijs veel zin in. Gewoon. Ik had van de week al de laatste keer dat je wegreed, dacht ik al van... ja, maar hallo, dat is mijn stoel. En die rijdt nu weg. Klopt niet. Jammer, joh. Ja. Ik vind zelfs de kou nog niet erg. Nee, maar dat is het, hè. Als je iets leuk vindt, dan ga je grenzen verleggen. En, maar dat heb ik zelf ook. Ik vind het heerlijk om te rijden. Ik vind die kou echt niet erg. Ik bedoel, het is, de temperatuurmeter geeft 6 graden aan. Maar ja, je kleed je wat warmer aan en het is goed. Ik ga wel benieuwd met aan. Nou moet ik wel zeggen dat we wel iets langer gaan rijden dan ik zelf überhaupt gemiddeld gewend ben. Maar toch. En je moet nog terug. Ook dat. Ik voel me nou net zo'n Playmobil poppetje, weet je wel. Die zet je ook een bepaalde houding vast op de motor. Zit daar, de nummer af. Wat? Zit
varen aan de nieuwe haven. Die hebben jullie veel hier, die witte reigers. Dat is gaaf. Ja, het heet niet voor niks de Ooievaarsdorp. Nee, maar... dat zijn ooievaars, het is geen ooievaar. Hij is zo schitterend. Oh, wat veel witte reigers hebben. Ja, het heet niet voor niks de Ooievaarsdorp. Oh. God. Ja, er zijn namelijk mensen die reigers voor ooievaars aanzien. Dat was vroeger op de dierenambulance dat zo lachen, in het zomerseizoen. Jij kan een, kan je een alk van een zeekoet onderscheiden? Een wat? Precies. Nou, alken en zeekoeten, dat zijn zeevogels. En dat zijn stavogels. En laat ik het zo zeggen, als je niet beter weet, dan zie je ze zo voor een pinguïn aan. Huh? Dus, in de zomertijd, als die vogels wat dichter in de buurt kwamen, kregen we heel regelmatig op die paniektelefoontjes. Ja. Mevrouw, mevrouw, er zit een pinguïn op het strand! Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet. We hebben zelfs een keer een telefoontje gehad dat er een zeehond in de zee zwom. Waarop mijn baas heel droog antwoordde, ja, wat moet hij anders? Of de bus staan wachten? Ja, nou goed. Bij de zeehond in de grachten van Leiden zijn we toch maar wel even gaan kijken. Dat vonden we toch wel een beetje gek. De zeehond in de gracht van Leiden? Ja. En die heb je aangetroffen? Ja. Ja? Ja. Huh? Ja. Was een tikkeltje de weg kwijt. En die hebben jullie kunnen vangen ook? Ja. Oh wauw. Ja, ik was er helaas zelf niet bij hoor. Dat was wel weer jammer. Maar die is gevangen. Ja. En die toen? Is afgescheept door Pieter Buren. Nou, we hadden wel vaker zeehonden hoor. Maar dat is echt het eerste wat je leert met zeehonden is... nee, ze zijn niet lief. Hey. Zo de knetter. Dingen bijten jongen. Dat is echt niet grappig. Ja, maar dat, wat zou jij doen als je door een of andere reus gepakt wordt? Ja, dan zou ik me verdedigen, maar deze kringen gingen in de aanval. Ja, maar goed, aanval is de beste verdediging. Ja, nee, klopt. Zeker als je in een positie zit waar je niet wil zijn. Ja, als zeehond lig je daar ook maar een beetje. Je kan ook niet even een marathonnetje sprint trekken van doei. Is dat die vrachtauto? Wat zeg je? Is dat die vrachtauto? Wat? Ja, ik ruik het niet. Ik heb geen idee of dat die vrachtwagen is. Durf het je niet te zeggen. Je hebt geen steuntje, hè? Nee, dat mis het echt. God. Mami. Nou, ik kan me dat op voorstellen. Je geeft dat in je filmpjes ook altijd wel aan. Als er één te dicht op zit, dat je er helemaal kribbelig van wordt. Dat kan ik zo goed invoelen. Maar ja, je bent kwetsbaarder op die twee wielen. Precies. Kan jij je veilige autootje denken, die afstand die hebt hij wel. Maar dan nog, het is echt anders rijden dan in een auto. Ja, absoluut. Het is natuurlijk steeds niet obvious, maar het is wel... Het is, ja. Ja, wat veel mensen niet beseffen is dat je zoveel kwetsbaarder bent op de motor. Dat je, stel dat hier iets gebeurt, hè, een hobbeltje, en ik let niet op en ik ga glijden. Ja, de kans dat zij dus achterop zitten bij mij, omdat ik sneller tot stilstand kom dan zij, dat is best vervelend. Wil je een bakje koffie? Ja, zullen we maar doen. Zeg je? Doe maar. Ja? Ja. We zijn net een half uur onderweg en ze heeft het al koud, jongens. Het is toch niet te geloven. En dan heeft ze dus ook van die extra wand alles aan. Kun je nagaan. Dit is... Ze komt blauw aan. Ja, er zit iets wat ik niet zie. God sukkel zeg. Er komt blauw aan. Jongen. Blauw gaat ook weer uit. Sport ook, ja. Hoor. Nou ja, goed. We hebben er gewoon gevonden. Haha. Doei. Het is alleen wel jammer dat je op een motor niet kan meetwerken met dit soort liedjes. Kan wel, maar dan moet je gaan staan. En dat dan een leren broek. Woe!